Er is helaas nog geen medicijn voor dementie. De afgelopen jaren hebben we gezien dat de kans op dementie wel verkleind kan worden en wel door leefstijlaanpassingen. En ik wil dolgraag mensen daar meer bewust van maken. Wat ik weet is dan dat daar op die avond van de Alzheimer Café mensen zich al melden om mee te doen, want ze hebben jullie gezien. Ze kunnen vragen stellen over het onderzoek en weten tegelijkertijd dat er ook een onderzoek is wat gaat over hunzelf. Het afgelopen jaar heb ik samen met collega's campagne gevoerd in Limburg. Daarbij hebben zich meer dan 140 partijen aangesloten. Bijvoorbeeld musea, bibliotheken, huisartsen en culturele instellingen. Zoals bijvoorbeeld een orkest. En toen ik jouw oproep zag, ja, ik was meteen verkocht om het zo maar te zeggen dat nu eindelijk ook de wetenschap er zo mee naar buiten komt. En daar een hele goede campagne voor heeft opgezet. Ook zorgprofessionals zoals huisartsen en praktijkondersteuners weten vaak niet dat er iets aan de kans op dementie gedaan kan worden. In de praktijk kunnen we de spreekuren aanpassen. Van cardiovasculair risicomanagement in de smalle zin naar breder ook de hersengezondheid erbij te betrekken. Wat ik heel erg positief vond aan het onderzoek en ook de manier van presenteren van Kai en de voordracht, was dat hij het wetenschappelijke op een hele simpele, begrijpelijke manier kon vertellen aan de mensen. In de toekomst wil ik onderwijsmateriaal rondom risicoreductie van dementie gaan ontwikkelen voor huidige en toekomstige zorgprofessionals.